hoe je ervoor zorgt dat mensen meer de morele afweging maken, is absoluut te beginnen bij opleiding. Dus de persoonlijke ontwikkeling van studenten op financiële opleidingen lijkt mij van groot belang. Op alle opleidingen overigens de sociaal-emotionele ontwikkeling, want dat is toch wel in kennisland als Nederland een onderscheidend vermogen. Niet alleen de kennis, want die kunnen we overal inkopen in China, India, maar dat schakelen met heel verschillende mensen, dus sociaal-emotionele ontwikkeling heet dat, persoonlijke ontwikkeling, dat is ongelooflijk belangrijk en daarmee kun je ook het morele besef opkrikken.